Welkom allemaal. Um, het is alweer inmiddels een tijdje geleden dat we uh, wat filmpjes hebben laten zien. En uh, ik ben ondertussen wel bezig geweest en ik wil nu wel weer wat meer gaan laten zien. Wat ik ondertussen gedaan heb en wat ik de komende tijd wil gaan doen. Uh, ik ga jullie eerst even meenemen naar wat sets wat ik, uh, die ik al de laatste tijd gekocht heb. Uh, onder andere de Daily Bugle. Blijft een hele mooie set. Uh, met, uh, ik heb nu de, geen poppetjes erbij gedaan. Uh, maar dat, uh, uiteindelijk wil ik hem wel weer helemaal aangekleden zoals het in de stad hoort. Uh, past natuurlijk uiteraard goed in de stad. Met de taxi erbij. En ja, zo'n kantoorgebouw, dat, dat hoort er gewoon bij. Uh, dan hebben we een politiebureau. Die heb ik gekocht. Om toch een beetje in die modderlijke stijl uh, gewoon door te blijven gaan. Uh, uiteindelijk uh, komen er straks de jazzclub en het uh, museum komen daar ook nog bij. Ja, een politiebureau. Welke stad heeft geen politiebureau? Dat hoort er gewoon bij. Uh, hier, van de, hier heb ik eigenlijk niet verder iets nieuws. Uh, dan hebben we qua kleine setjes. Heb ik, uh, heb ik de, 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 de Dierenarts. De elektrisch oplaadbare auto. Met, uh, met de oplaadpaal. Uh, wat heb ik nog meer nieuws uh, gekocht? Oh ja, de Land Rover. Blijft mijn favoriete auto. Het is ook erg leuk dat ze weer Lego uh, hebben uitgebracht. Uh, op mijn wenslijst staat uiteraard dan ook nog de grotere Defender uh, uh, als collectible uh, item. Dan hebben we hier vanuit Lego Friends. Hebben we dan ook nog een uh, elektrische auto die ontlaadbaar is. Met een windmoletje erbij. Het uh, community house. Uh, met, dat is op zich ook hartstikke leuk. Het is echt een French hoekje uh, is dit aan het worden. Uh, hieronder kan, kan nog het café. De, dat staat uh, ook in de planning om die uit, uiteindelijk een keertje uit te breiden en dan uh, erop te bouwen. Uh, hier de Lego, boomhut, of de Lego French boomhut. Past natuurlijk uiteraard goed in het park. Um, ja, dat is eigenlijk wat ik hier uh, aan Lego sets heb gekocht. Dan gaan we weer verderop naar de andere kant. In dit gedeelte van de stad uh, heb ik ook wat, uh, wat nieuwe aankopen gedaan. Uh, ik heb een aantal zwembaden heb ik gekocht. Uh, zoals deze. Deze daarachter. Uh, deze had ik al eerder gekocht. Uh, dus ik mis nog twee zwembaden. Uh, dus die uh, komen binnenkort ook uh, erbij. En uh, van Lego Friend heb je ook uh, de pier met uh, een soort attractiepark erop. Die wil ik dan daar in die hoek hebben. Uh, uiteindelijk dat je hier dus eigenlijk één groot waterpark gaat creëren. Um, dat zijn eigenlijk de nieuwe sets die ik uh, aangeschaft heb in de laatste tijd. Dat is niet helemaal waar. Ik heb nog één set die ik, uh, die ik heb. Dat vind ik ook wel een hele leuke. Deze Disney trein. Voordat ze het zoveel jaar bestaan. Ja, is natuurlijk gewoon... Uh, blijft gewoon leuke de Disney... En die, uh, dus dat is eigenlijk wat ik aan nieuwe sets heb. Uh, dan wil ik een beetje gaan vertellen wat ik de komende tijd uh, ga doen eigenlijk. Want ja, ik, ik heb eigenlijk best wel veel nu nog uh, onafgewerkt en ik wil eigenlijk wel uh, wat meer uh, dingen af gaan krijgen. Um, het belangrijkste voor nu eigenlijk is als eerste mijn waterpark, daar uh, nou, er komen dus nog een aantal zwembaden bij en het amusementspier. Dan wil ik in blokjes van 4x4 met wit en met verschillende soorten kleuren blauw dat ik dat helemaal ga betegelen tussen de zwembaden door. En met de gekleurde tegeltjes, de doorzichtige, wil ik hier ook echt in het zwembad doen. Dat je een beetje variatie in kleur gaat krijgen. Dan komt uiteindelijk komt op dit gedeelte waar nu nog niks staat, komt mijn dierentuin. Uh, ik heb wel de, de dieren, heb ik allemaal wel. Uh, ik heb nog alleen niet zo heel veel uh, qua uh, hokken wat ik kan gaan bouwen. Uh, dus in eerste instantie wil ik hier mijn grote bouwsets uh, gaan doen, um, net alsof het lijkt dat ze dus een dierentuin gaan bouwen in de uh, in de toekomst. Um, en dat is eigenlijk uh, wat ik hier een project uh, heb. Dan is mijn volgende project wat ik eigenlijk wil gaan doen: de, het Lego het Disney uh, park uh, gaan uh, gaan betegelen, waarbij ik in het midden een, een straat wil gaan vormen. Nou, zoals je hier al kan zien, dit, dit is niet de uiteindelijke versie, maar hier wil ik dus in de kleuren van Lego, wil ik het woord Lego gaan uh, gaan creëren. En dan wil ik uh, daarboven en daaronder wil ik in, uh, in de X-stijl uh, het hoofd van Mickey uh, gaan doen, zodat het een beetje een, een themepark wordt uh, van Lego, maar ook van Disney. En dan uh, eigenlijk dat je hier dus de parade gaat creëren waar dus deze trein kan rijden en dat uh, de uh, collectable minifigures minif uh, van Disney, dus zoals hier deze, uh, daar heb je ondertussen heel wat series van. Hier met Katrien en met Mickey, maar je hebt eigenlijk van uh, elke Disney film hebben ze ondertussen wel een, uh, een figuur uh, die, ze, die je kan sparen. Die wil ik dan her en der door het park heen uh, laten lopen. Uh, en dan de rest eigenlijk een beetje in de ouderwetse stijl. Uh, dus, het, dus de straat ga je gaan betegelen. En dat eigenlijk deze hoek, dus de, de, de amusementpark, uh, hoek, dat die eigenlijk klaar is de, de komend jaar. En dat ik de, daarna weer op de andere parken kan gaan richten. Ja. Uh, mocht je het een leuk filmpje hebben gev gevonden, uh, deel hem vooral met je vrienden. En like en subscribe uh, om te, te kijken of we meer. Uh, in de toekomst meer kunnen creëren met elkaar.